Ik ben Carlijn Wiersema. Ik ben psychiater op de opnameafdeling depressie. En een van de behandelingen die we aanbieden vanuit die afdeling is de ECT, elektroconvulsieve therapie. Dit is een behandeling die we aanbieden voor mensen die al allerlei medicamenteuze opties geprobeerd hebben zonder voldoende effect. Maar ook wel in het geval van situaties dat mensen met een psychotische depressie binnenkomen, heel ernstig ziek zijn, bijvoorbeeld niet meer eten en drinken. Of mensen met een catatonie die niet meer in staat zijn om te eten en drinken, waardoor er dus echt een medische spoedsituatie ontstaat. Die mensen kunnen we behandelen met de ECT. Dat doen we op de operatieve dagbehandelingscentrum in samenwerking met de anesthesie. We doen dat in een hele gecontroleerde setting, waarbij mensen op het operatiecentrum komen. Ze komen op een bed te liggen, worden aangesloten door middel van plakkers aan het apparaat, waarbij we door middel van het controleren van de elektromyografie, dus de spieren, en elektroencefalogram, dus het brein, kunnen meten wat het effect is van wat we doen. Er worden twee paddles geplaatst op het hoofd, waarmee we een kleine stroom door het brein brengen, waardoor er een epileptisch insult ontstaat. En dat zorgt eigenlijk voor het effect van de behandeling. Het is eigenlijk nog niet opgehelderd hoe het precies werkt, maar we weten dat het werkt. En zeker bij mensen die in zo'n ernstige situatie binnenkomen van niet meer eten en drinken, knappen eigenlijk heel snel op. Dan zien we eigenlijk na 1-2 behandelingen al dat het beter gaat. En dat is denk ik wat ik ook zo mooi vind aan deze behandeling, dat je zo snel effect kan hebben. Normaal doen wij medicamenteuze behandelingen, dat heeft meer tijd nodig, maar hierbij zie je eigenlijk heel snel effect. En een ander ding wat ik er heel leuk aan vind is, normaal gesproken zien we mensen in de behandelkamer, gaan we in gesprek, we schrijven medicatie voor, maar hierbij sta je echt samen met een team van dokters en verpleegkundig specialisten en de IOS natuurlijk aan het bed in een heel andere setting, namelijk op een OK eigenlijk. En dat is een heel andere tak van sport. En juist zo mooi denk ik dat dat ook binnen ons vak past. En als AIOS nemen we je daar ook in mee. Als je bij ons op de afdeling komt werken, dan word je onderdeel van dat ECT-team. Dat betekent dat je indicaties gaat stellen voor de ECT. Dat je meedraait in het ECT-overleg. En ook dat je dus de ECT gaat uitvoeren. Natuurlijk eerst onder supervisie. En later kun je die zelfstandig uitvoeren, natuurlijk samen met de verpleegkundige specialist en de anesthesie.